President Chandrika Prasad Santokhi blikte met een tevreden gevoel terug op de 45e CARICOM staatshoofdenvergadering. Er zijn vele afspraken gemaakt tussen de CARICOM-landen, maar ook met de VS en enkele Afrikaanse landen. De president laat weten dat vanaf maart 2024 er vrije verkeer van personen en goederen geïmplementeerd zal worden in de CARICOM. Vanuit verschillende hoeken zal er getracht worden de problemen in Haiti op te lossen. Het staatshoofd zegt dat ook is besloten Martinique en Curaçao als geassocieerde leden toe te laten tot de CARICOM. De Surinaamse bank heeft gisteren tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders Waldo Halfhuid benoemd tot Chief Financial Officer en Judith van der Guchten benoemd tot nieuw lid van de RVC onder voorbehoud van goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname. Met het aantreden van Van der Guchten zal de RVC weer voltallig zijn met 7 leden. Op deze bijeenkomst is ook besproken hoe de bank de achterstand van de jaarrekening zal inlopen. De Suriname Economic Oversight Board, SEOB, zal als onafhankelijke monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF Stabilisatie- en Herstelprogramma. In dit kader zal het orgaan maandelijks een bulletin publiceren waarin de voortgang van het IMF-programma en de voornaamste ontwikkelingen worden belicht. De SEOB, een initiatief van het Surinaamse bedrijfsleven en de Surinaamse bankiersvereniging, heeft nu haar eerste bulletin gepubliceerd dat geraadpleegd kan worden op de website van dit platform. Op 1 juni kreeg de SEOB